restored the blade. And with it, my essence. Wait. He's here. Come. This is the Royal Passage. Its construction was ordered by my father for his secret rendezvous. He was a good king once, but his desire for a lasting legacy drove him to desperate measures. He was used by his most trusted servant, and now he's back. Or maybe I am back. My mind feels clouded. There is a power in me. I sense it, gained by blade or blood. I do not know. I need answers. Follow this path and do not falter. I will stand by you when you need me most. Hoor je mij, Milan? Zo te zien iets. Ah, the Soul Stone. Restored. You've done it. Not but flesh may hold the stone. Until presented before the throne. You played your part brilliantly, mortal. Now, it's time for you to exit the stage! This is all I require now. For tonight, my king! Once I bind you, I will end our curse. Unfortunately for that, my caged friend. Well, I am in need of your soul. The moon is almost at her highest position. The hour draws near. Tick tock, tick tock. Breekie, breekie, hoor je mij, Milan? Nu hoor ik jou. Ik ben een of andere ondergronds dol, of ben ik? Ja, ik kreeg dus net weer een cutscene. Ik zit gevangen in een kooi en ik kom er niet uit. Dus het is helemaal aan mij nu? Ik heb zo'n vermoeden van wel. Ik veronschuldig op mezelf alvast, want blijkbaar heb ik een slechterik geholpen met de Soulstone te krijgen. En is die nou, boos. En is die heel sterk. Ja, oeps. Ik zie jou. Je ziet mij. Waar ben jij? Achter je. Nee! Hallo! Ik ben ook bij een deur die op slot zit, dus ik kan ook niet verder nu. Oké, ik heb hier nou ook een puzzel waarvan ik eventjes niet weet wat ik moet doen. Dus ik heb alles bekijken. Misschien helpt het jou, maar ik kan een lever omzetten naar links of naar rechts. En dat is het enige wat ik kan op dit moment. Hou de lever eens naar links toe. Gebeurt niks. En doe hem nu eens naar rechts. Nee, er gebeurt naar mijn idee helemaal niks hier zo dan. Dus ik zou niet weten wat het zou moeten doen. Ook niets. Wat hoor ik?
Hey, what the fuck is dit? Ik heb blijkbaar aan mijn kant glas in loodramen, waarvan ik ook niet weet wat daarmee kan doen. Die glas en loodramen komen bij mij terecht. Kan je kijken of je ervoor kan zorgen dat ze allebei licht doorlaten? Zo goed, want ik kan er maar één tegelijk doen. Nee, nu laat de verkeerde licht door. Ja, het enige wat bij mij kan doen zijn die gordijnen open of dicht doen. En op een knop drukken en dan gaan de vier ridders die ik middenin heb staan, dan gaan een rondje draaien voor een kwartslag. Ah, oké, want ik heb hier namelijk ook ridders staan. En staan ze bij je allemaal op dezelfde manier? Dus allemaal naar het midden of allemaal naar buiten toe, of? Nou, hij staat als een beetje een soort van T-pose. Ja, ze staan inderdaad als een T-pose, maar twee van mijn ridders kijken weg van mij, eentje kijkt er naar mij toe en de andere kijkt links naar mij. Oké, want degene waar nu licht op schijnt, kijkt naar het raam toe. Vanuit mijn kant. Ja, die van mij kijkt nu ook naar het raam toe. Als ik die lever gebruik, hoor ik wel wat gebeuren, zeg maar. Ja, ik hoor ook wat gebeuren, maar ik zie niks. Doe eens de andere gordijn. Van die ridder kijkt de ridder weg van het glas- en loodraam. Ja, bij mij ook. Kijkt die ook weg. Maar moet hij dan niet juist hetzelfde kijken als ik, zeg maar? Want als ik van deze kant naar het raam kijk, dan moet jij toch juist van het raam afkijken? Dan kijkt hij nu naar het raam toe. En bij die andere dan ook hem helemaal omdraaien? Ja, dat is het ding juist. Bij mij draaien ze alle vier tegelijk als ik op de knop druk. Wil je iets checken? Druk eens op de knop en kijk dan dus hoe ze draaien. Oké, en nu ga ik mijn hendel omdoen. Kijken of ze dan de andere kant op draaien. Ja, dan draaien ze de andere kant op. Oké, dus dat is inderdaad wat de hendel doet. Wat we er verder mee moeten, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat onze ridders overeen moeten komen. Maar ik weet niet hoe of wat. Ja, ik heb gewoon één ridder. Dat is zeg maar, aan de linkerkant, zeg maar. Het glas- en loodraam aan de linkerkant. Die kijkt naar het glas- en loodraam toe. En de van de andere gordijn kijkt van het glas- en loodraam af. Trouwens, het valt me nu op. Mijn twee rechte ridders, die kijken nu alle twee hetzelfde. De rechtzelfde kant op. Oké. Toen net keken ze tegenovergesteld van elkaar. Ja, het ligt toch echt bij jou, want ik kan niks doen hier. Ja, ik kijk nu door het raampje. Ik zie jou lopen. Hi! Oh mijn god, ik kan. Aan de andere kant heb ik ook iets. Oké, aan deze kant heb je dus ook glas- en loodramen. En daar heb ik ook twee levers. Die ridder bij het raampje, om het zo te zeggen, waar ik net stond. Die kijkt naar het raam toe, of niet? Ja, klopt. Ja, bij mij kijkt hij nu ook die kant op. En die ridder daarnaast. Deze kijkt naar het glas en loodraam toe. Ja, die van mij ook. Dat is goed. Nu alleen die andere twee weer. Die staan nu weer verkeerd. Oké. Ik weet ook niet waarom ik die gordijnen open en dicht kan doen. Kan jij de ridder die het verst weg van jou staat aan de rechterkant de hendel vastzetten?
Of overhalen of iets. Ja, dat heb ik nu gedaan. En die keek naar het raam toe, zei je, hè? Ja, klopt. Ja, volgens mij moeten al onze ridders, dus mijn ridders, hetzelfde komen staan als jouw ridders. Alleen moeten wij de goede volgorde zien te vinden van links en naar rechts draaien. Als jij die hendel overhaalt, blijft die dan naar links of rechts staan of gaat die weer terug naar midden? Aan de ridder bij mij verandert nooit iets. En als ik het is of een pijl die naar rechts wijst of een pijl die naar links wijst. Oké, want die pijl, die verwijst dan naar de draairichting van mijn ridders. Oké, dat snap ik. Misschien helpt het om te weten dat die andere aan deze kant, dat ik daar geen lever heb, omdat die is afgebroken. Dus die kan alleen maar voor mij naar rechts draaien. Welke is dat? Aan de kant waar ik nu sta, maar dan die andere, zeg maar. Oké, dus die staat sowieso vast. Ja. Hoe staat die ridder? Voor mij met het rug naar het glas- en loodraam. Oké, ja, die staat zo dan goed voor mij, als het goed is, denk ik. En dan gaan we nou weer even naar die andere ridder in dezelfde gang voor jou, maar dan de andere. Want die keek naar het raam toe, zei je, hè? Ja, dat klopt. Naar welke draairichting staat die pijl nu? Nu naar links. Kan je die nu naar rechts zetten? Nu staat hij naar rechts. Ga ik even een testje doen nog? Ja. Ja, klopt. Het klopt helemaal, Milan. Dus gaan we nu weer even naar de andere kant toe, naar de andere twee ridders. Ik ben blij dat jij zo confident bent. Hoe staat die ridder aan jouw kant? En met zijn gezicht naar de ding toe. Kan je de hendel overhalen naar de andere kant? Ja, dat is nu gebeurd. Ik schrijf het even voor mezelf op. Heb ik iets van pen en papier? Ja, dat heb ik. Want ik sta dan bij de knop. Ik kijk in de kamer. Dan deze moet naar van het raam afkijken. Die naar het raam toe. Nu hoor ik niks meer. Ja, nee, ik maak even een notitie in mijn schrift om te kijken van hoe of wat. Maar nogmaals, die ridder waar het raam nu open staat, kijkt van het raam af. Nee, die kijkt naar dat raam toe. En die andere? Aan het eind van de gang? Die kijkt met zijn zijkant naar het raam. Kijkt hij met zijn gezicht naar het raampje waar ik toen net in stond? Ja, dat klopt. Dus in dit raampje, of niet? Ja, klopt. Oké. Dat is dan die kant op, oké. Oké, ik heb nou voor mezelf allemaal staan hoe de ridders moeten staan. Aan mijn kant, als het goed is. Mijn twee ridders aan de linkerkant, dus waar je nu als het goed is bent met het open raam. Die staan goed. Alleen de ridders aan de andere kant staan weer verpest. Dus dan moet je even... Nee, dat kan niet. Laat maar. Aan welke kant sta je nu? Die ene niet met het open raam van te straks. Mag ik nog een klein beetje verwarring extra scheppen? Vertel het eens. Op het moment dat mijn ridder naar het raam toekijkt, moet jouw ridder toch niet naar het raam toekijken? Ik denk juist van wel. Als ze hetzelfde moeten staan, dan moet dat dus niet.
Nee, inderdaad. Dit is echt heel erg kut zo, want... Hoe moeten die ridders staan? Hetzelfde als de jouwe of tegenovergesteld. En... Ze draaien alle vier tegelijk. En met één druk op de knop moeten ze alle vier precies goed komen te staan. En dat is zo kut. Ik dacht dat we het gehaald hadden. Het zou wel leuk geweest zijn. Helaas. Ja, ik wil op zich wel een keer omdraaien. Laten we dat maar proberen, want ik raak hier het helemaal vast in. Ik weet het echt niet meer. Hallo? Hallo, Renny. Hoe draai ik die dingen? Jij hebt een knop, voor de koning zit een knop, daar kun je op drukken en dan draai je ze. Ah, oké. Sta jij nu bij de groene? Weet ik niet, ik loop nu de andere kant even op. Ja, ik sta bij de groene. Hoe kijkt hij? Ja, degene bij het raampje nu open staat, daar hij kijkt naar het raam toe. Zou jij naar de andere kant willen gaan? Ik ben bij de andere kant. Oké, die ik nu opengetrokken heb, hè? Hoe staat die? Hij kijkt naar het raam toe. Zou je daar de hendel van willen overhalen? Die is overgehaald. Zou je dat nog een keer willen doen? Oké, wacht. Dit is heel raar. Zou jij hem nog een keer om willen zetten? Is gebeurd. Zou jij de andere hendel toevallig in dezelfde gang willen omzetten? Is omgezet. En nu weer waar de raam open is. Is gedaan. Even iets checken hoor. Zou je die met de blauwe vaandels, dus die in dezelfde gang weer even willen omzetten? Is omgezet. En zou jij dan weer even naar de andere gang willen lopen? Ik ben onderweg. Ja, wat wil je? Wil je die bij de groene, degene die je kan omzetten, wil je die naar links zetten?
Oh, ik ben zo close, hè. Even kijken. Zou je weer naar de andere gang willen lopen? Ik zoom de andere kant op. Ja, ik ben er. Zou je waar de raam open is, naar links kunnen zetten? Is omgezet. Let's go. Milan? Ja? What's going on? Ze zijn met elkaar aan het vechten. Kan jij nu inmiddels die deur uit of niet? Ja, ik ben aan de andere kant en ik sta achter de troon van de koning. Oeh, ik heb een zwaard kunnen pakken. En een bijl. En een knots. Wacht, hier staat een tekst. De boar has the mace wielding knight. Somewhere in his left hand side. The hammer wielding phoenix stands somewhere to the deer's right hand side. The knight at both ends do not wield the hammer. Ik heb hier ook drie spreuken staan, dus ik denk dat we hier samen uit moeten komen. Oké, maar bij jou dus, omdat jij waarschijnlijk de wapens hebt, de twee buitenste ridders hebben alle twee geen hamer. Oké, goed om te weten. Oké, ik heb hier de knight closest to the king's left hand wields the sword. Dus dat is makkelijk. Dan blijft de hamer alleen nog maar over voor deze. The deer cannot be found at either end. The axe-wielding knight is somewhere to his right-hand side. Oké. Even wachten, ik heb de hamer heb ik nu compleet. En aan de hamer, zijn rechterkant... is het hert. Oké, maar ik denk dat wij... want ik heb, als ik de regels volg, heb ik nu alles aan de juiste kant. Of heb je aan die kant ook ridders waar je dingen aan moet geven? Ja, aan mijn kant heb ik ook ridders waar ik dingen aan moet geven. Dat zijn de schilden. Dat zijn de phoenix en de hert, de draak en nog iets. Een boor. Oh, dus jij hebt dieren daar? Ja, ik heb hier zo inderdaad dieren. Oké, de dragon... can be found somewhere to the right... Nee, to the king's left hand side. Ja, die staat helemaal links bij mij. Die heeft een mace vast. Ja, en de deer kan niet aan een van de sides. Nee, die staat helemaal rechts buiten. De boar has the mace wielding knight somewhere om his... Kun jij mij nog een keer de dingen van de wapens vertellen? De boar... has the mace wielding knight somewhere to his left hand side. Dat klopt bij mij, want de mace is toch die knots met die stekels? Dat denk ik. Dan klopt dat aan mijn kant. The hammer wielding phoenix stands somewhere to the deer's right hand side. Oké, we hebben wel tijdsdruk, dus... Ja, nee, dat snap ik. Want bij mij staat de deer...
helemaal aan de rechterkant van de koning. Maar die moet aan de linkerkant van de Phoenix zitten. En daarnaast staat de Phoenix. Ja, dan klopt er iets aan jouw kant niet. De dier kan sowieso niet aan, aan een van de eindes zitten. Ah nee! Moet ik gaan stemmen? Hoezo moet ik gaan stemmen? Wat een bullshit! Nee! Nee! Ben ik egoïstisch? Ja, ik ben egoïstisch. Heel erg egoïstisch. Ik weet het. Nee. Never seek this realm again. Wacht hem op andere speler. Kon je hem ook op mij doen? Ja, ik moest kiezen. Ik moest mezelf neersteken of jou. Dus ja, nu ben je eenzaam. Nu ben je alleen. Ach, daar ben ik al gewend. Oh, jezus, wat een frustrerend spel is dit, joh. Er zaten ook echt kutpuzzels tussen, hoor. We were here together. Nou, we moeten binnenkort die laatste ook gaan spelen. Ja, dat moet wel nu, hè. Ik vind het wel echt heel leuk om te doen, hoor. Eerlijk is eerlijk. Het zijn hele leuke en goede spellen, zeker wel. Iedereen, bedankt voor het kijken van deze serie op YouTube en van de streams. Rusty, ik wil niet ruilen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.